Lady is a tramp. Yo, kijkers van Dus David Games, Lars hier. Welkom terug bij meer Assassin's Creed nummer 3. Hitem die heeft zijn wollen schoenen aangetrokken. Hij heeft zijn muts wat verder over zijn oren getrokken. Want het is winter. En deze mevrouwen die lopen gewoon zonder jas buiten in hun jurk. Ik vind het een gek verhaal. Trek op zijn minst een winterjas aan, mevrouwtje. Of iets met bont. Want dit gaat een koutje oplopen. Ongetwijfeld. En dan moet de dokter weer komen. En dan gaat de zorgpremie weer omhoog. Wit. Net zoals de sneeuw buiten. Laten we dan wat drinken. Dat is een goed idee. Drinken! Ah, cola. Watch out. Word is she's been stirring up trouble just outside the city. Aan het stoken? Ik zei toch dat het wel het koud was buiten. Als het koud is, moet je stoken. Lekker hoog vuur. Veel hout erop. Beetje benzine erbij. Wee! Moet je eens kijken hoe dat fikt. Dat fikt als een malle jongen. Zo'n grote vuurbal. Almanakken. Oh ja, de almanakpagina is verloren gegaan. I don't really give a frick. Maakt mij dat nou uit? Laat die almanakpagina lekker liggen waar die ligt. Waar moeten wij heen? Die kant op? Oh, hey, kijk nou, kip. Kip. Hoi, kip. Tokie, tokie, tok. Kan je die kip oppakken? Weeskinderen trekken je aandacht. Ja, laat ze lekker. Hadden ze mijn ouders moeten hebben. Potverdorie zeg. Ik ben er niet van plan om die weeskinderen onder de in de gaten te gaan houden. Dat ben ik niet voor. Ik ben geen babysitter. Ik ben een assassin. In ieder geval iemand die doet alsof hij er eentje is. Misschien dat ik ook wat heel anders ben hoor. Dat zou kunnen. Geen probleem. Als dat wel zo is. Hoi mevrouw. Kijk, deze jongens hebben het goed voor elkaar. Lekker een muts verder over hun oren getrokken. Die snappen hoe het moet. Kijk nou, een kerstboom. Wow. Er moeten wel lampjes in, anders is die niet mooi. Een kerstboom zonder lampjes is niks. Een kerstboom zonder lampjes is geen kerstboom. Dat is gewoon een boom. Oh, scheisse honden. Dan word ik nog in mijn fikken gebeten door een van die honden, omdat ik de kerstboom af zat te zeiken. Nog een hond. Holy shit, hebben ze zoveel honden hier? Het is een dorp van hondenliefhebbers, dit Boston. Kijk maar, varkens en honden. En net ook al kippen. En weeskinderen, we hebben allemaal soorten dieren hier. Vet en paarden. Voor paardenrookvlees. Mmm, lekker. Animus Database, King's Chapel. Waar dan? Waar dan? Is dat de King's Chapel? Denk het wel. Ziet er wel uit als een King's Chapel. Wat doen al die varkens hier op straat? Zet die varkens eens een keer ergens in een hok of zo. Zo, dan struikel ik er nog over. Dan val ik me een bult en dan krijg ik pijn en dan moet ik naar de dokter en dan gaat de zorgpremie weer omhoog. Die is al zo hoog de laatste tijd. Waar moeten we in godsnaam naartoe? Even de kaart kijken hoor. Hebben we een kaart eigenlijk? Kaart. Ik heb geen eens een kaart. Dat is een beetje jammer. Nou, dan gaan we gewoon die kant op. Ha, I don't really care. Aan de kant, moven. Aan de kant? Ja, ik zit nog aan de kant. Als je gewoon aan de kant gaat, dan hoef ik je niet aan de kant te duwen. Zo simpel, Kun ik springen? Wee! 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 Volgende keer neem ik een paard mee, dan zijn we er tenminste op tijd. Aan de kant, moving. Belangrijke mensen moeten erdoor. Dit is volgens mij niet de manier om daar te komen. Kunnen we hier doorheen? Kijk, hier hebben ze tenminste hun beesten netjes in een kooi neergezet. Deze snapt het. Staan ze hier nou te wachten tot ze kunnen schijten hier? Nou, dan ga ik er even voordringen. Ik mod ook. Kan ik hier naar binnen? Ja, ik ga boven de play zitten. Ha! Dan trap ik hier een gat in en dan ga ik bovenop zijn hoofd zitten schijten. Gewoon omdat het kan en zo. Dode sprong? Nee, niet van zo'n klein stukje. Dat is veel te overdreven. Dode sprong doen we alleen maar van een dak af. Wat zit hij nou te doen? Ben je nou aan het doen? Meer onkruid aan het wieden, vent? En trek wat schoenen aan, want je krijgt zo echt blauwe tenen als je ze door had. Wat een wapkeesje. Trek eens wat schoenen aan, vent. Hoe ver is het nog lopen? Dan gaan we de hele aflevering lopen, dat is ook gezellig. Dan zien we wel wat van Boston. Maar ik heb liever een beetje actie. Kom, actie, geef hier. Waar is actie? Ik kan natuurlijk ook deze soldaat een trap in hun nek geven, we hebben ook actie. We hebben net zoveel acties dat we hebben willen. Hé, kijk nou, een uitkijkpunt. Dat gaan we eventjes doen. Een synchronisatiepunt. Dat is wel handig. Kan ik hier erboven? Vast wel. Klimmen, heten.
Hoe ik heten mag. Hoppakee. Valt ook niemand op, hè, dat er in één keer iemand langs de buitenkant van een gebouw naar boven klimt. Het maakt ze echt geen ene moer uit. Oeh, kruis. Dag meneer Adelaar, mag ik even zitten hier? Synchroniseren! Wow. Wow, oh, boten. I want a boat, please. Een hele snelle. Uitkijkpunt gesynchroniseerd. Dodensprong. Wee! Appa. Zo, niks aan de hand mensen, gewoon doorlopen. Er kwam net niemand niet naar beneden springen. Er landde net iemand niet in het hooi en dat was al helemaal niet heten. Waar de frick zijn we nou, joh? Moeten we echt naar de boten? Dat zou wel vet zijn. Ik wil een boot, een hele snelle. Met een motor en 3 chicks die me wijn geven. Dat zou fijn zijn. Hé, Marty, ben jij hier aan het hangen? Lekker aan het hangen met al je vrienden? Lekker chillen. Kijk nou, kalkoen. Of beest. Kadekil. Kadekil, slacht. Kop heet hem. Slacht dat beest. Ze hebben mijn zwaard afgepakt. Ah, te bulten. Waarom mag ik mijn zwaard niet meer houden? Dat was net zo'n vet ding. Hoe kan ik nou een beest slachten zonder mijn zwaard? Met die twee aardappelmesjes die ik heb. Deze. Watsa. Dan gaan de beesten niet van onder de indruk zijn. Echt niet. Huh? Is er nog mais met dit weer? Seems legit. Seems legit. Wat is... Wat zeg je nou? Hey, Matty, waar heb je het nou over? Nou, laat hem dan ook maar zitten. Ik wil gewoon informatie van die vent. Krijg ik het niet eens van hem. Wat is hier aan de hand? Wat is dit? Wapen oppakken. Nou, ik denk niet dat die soldaten dat zo heel fijn vinden. Als ik hun wapens ga afpakken. Hoppakee, wat is hierboven te vinden? Er staan hier wel dingen. Er staat hier een tekentje op de kaart, maar ik weet niet wat het betekent. Is dat dit? Dat zijn kanonskogels. Kunnen we kanonnen afschieten? Ah, het zou wel super vet zijn. Geef maar kanon. Nu! Kanon. Deze dan? Zijn er geen kanonnen, dat zijn mini-kanonnetjes. Daar doe ik het niet voor. Ik wil een groot kanon. Je kan overal schatkisten vinden. Ja, zie je wel. Ik wist wel dat er hier iets was. Waar is die schatkist dan? Schatkist. Oh, daar. Wat zit erin? Even kijken. Slot openen zonder sleutel. Ik zou het knap vinden als het je lukt, heet hem. Draai L. Ja. Ja, dat is hem. Hoppakee. En draai R. Komt u maar. Nou, kom op, ga erin. Dat is wat she said. Die zit goed. Deze wil niet draaien. Kom. Op R1, waar is dat? Daar. Ja, daar komt hij hoor. Slotje, open. Denk ik. Hoppakee. 1250 pond, nice. Roof de kisten in het zuidelijke district leeg. Er is er nog eentje ergens. Hoppakee, dan gaan we die de volgende keer doen. Want er moet nog wel ergens een kist zijn dus. Dat zou fijn zijn als ik die kan vinden. Dat is makkelijk geld verdienen zo. Dat is makkelijk geld. Kan ik hier doorheen? Hebben ze de deur open laten staan? Fijn. Jongens, doe die deur eens dicht. Het tocht hier. Ik krijg het koud. En daar is de volgende poort. Juist, daar moeten we naartoe. Hé, gevonden. Weet je wat we doen, kijkers van Dusdavond Games? We gaan er hier stoppen. En dan gaan we de volgende keer gaan we lekker door die poort. En dan gaan we kijken wat daar te zien is. Vergeet niet om te abonneren op Dus David Games als je dat nog niet gedaan hebt. Vergeet niet te abonneren op Vaco Games als je de hele serie van Assassin's Creed 3 wil zien. De vorige aflevering was bijvoorbeeld op mijn kanaal en in het weekend komen er ook 2 afleveringen uit de verhaallijn. En normaal doe ik ook af en toe nog wel eens een multiplayertje tussendoor. Wel op Vaco Games, niet hier op Dus David Games. Voor nu zeg ik bedankt voor het kijken en tot de volgende keer bij meer Assassin's Creed nummer 3. Mazzel!